Dat vrees ik ook. Het is een van de grootste, of een van de droogste voorjaren ooit in Nederland. Lijkt erop dat het een van de grootste droogteperiodes zou kunnen worden. Er zijn al boeren die waarschuwen dat er voedseltekorten dreigen, omdat een deel van de oogst kan mislukken. Er is een gemiddeld neerslagtekort van 60 mm. En in grote delen van Noord-Brabant mag op dit moment al geen water uit de sloot meer worden gehaald om bijvoorbeeld akkers te besproeien. Moeten we anders omgaan met water in Nederland? Of merkt u dat het nieuws over droogte u steeds minder raakt, omdat het toch elk jaar weer terugkomt en dan hebben we het weer overleefd en dan gaan we vrolijk verder. De stelling is, we onderschatten het droogteprobleem in Nederland. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Het is droog. Nederland heeft te maken met een van de droogste voorjaren ooit. Veel regen wordt er de komende weken niet verwacht. We zien die stofwolk alweer in de weilanden. Je gaat elke dag kijken op het land of je nog planten erbij ziet komen. En het is al lange tijd droog. Er mag echt wel weer wat neerslag vallen. Het is iets wat de laatste jaren inderdaad steeds vaker voorkomt. Veel mensen zullen er onderhand best wel een beetje gek van worden dat ze continu de tuin alweer moeten sproeien. Soms scheelt dat wel op plekken wel 50% van wat je normaal zou willen hebben. Maar goed, er komt dus geen regen aan voorlopig. Nee, het blijft ook nog even droog. De stelling is, we onderschatten het droogteprobleem in Nederland. Bero Beijer, spraakmaker vanochtend. Nou, ik vind het heel opvallend. En ik vind het bijna waarom moet je nou lachen? Nou, je wordt constant kenner van de droogte. Maar... nou ja, nee, maar wel. Nee, maar ik denk dat het... Ik denk dat het probleem is natuurlijk veel groter. We hebben het de hele tijd over klimaatverandering. En als er twee keer overstroming is in Limburg, dan denken we, dit is voor het eerst in 100 jaar. Nu is dan de droogste zomer in 100 jaar. Dit is dus wat klimaatverandering is. Dit hangt dus allemaal met elkaar samen. Dus we kunnen niet gewoon door op de gewone weg. In dit geval zou je bijna zeggen, nou, je had die film Don't Look Up, nou, nu is Don't Look Down. Daar zit het probleem. Je moet het structureel anders aanpakken. We zitten niet 5 voor 12, maar 5 over 12. Mm-hmm. Dus natuurlijk maar, heeft het ook impact op het water. De vraag is natuurlijk, onderschatten we het dan? Zijn we wel degelijk bewust hiervan? Nou, we zijn er in zoverre bewust van dat we het op detailniveau oppakken en daar dan verbaasd over doen, terwijl het gehele plaatje over klimaatverandering ook dit inhoud. Dus ook inhoud dat je op een andere wijze met landbouw bezig moet zijn. Moet nagaan over wat er dan... Er zijn dan paniekreacties van, nou, we hebben straks geen eten meer, bij wijze van spreken, want de voedsel komt in gevaar. Ja, het komt niet op, namelijk. Terwijl het grootste gedeelte naar het buitenland gaat. Het is iets wat we zelf kunnen bepalen hoe we het willen doen. De problemen zijn groot. Telkens als ik langs de afsluitdijk rijd, zie ik, hij gaat weer een stukje hoger, want we zijn bang voor een stijgende zeespiegel. Allemaal prima, maar dat betekent dus ook dat we onze omgang met water in het algemeen anders moeten aanpakken en niet op detailniveau moeten bekijken. Met andere woorden, ja, we onderschatten het probleem, want het is veel groter. Want er moet nog veel meer gebeuren. De echte experts komen over zometeen aan het woord. Arno Kantelberg hoort daar eigenlijk nog niet bij, maar je zit hier voor. Ik kom op Brabant, dus ik weet niet of dat mijn expert maakt. Maar het klinkt misschien wat flauw en misschien is dat ook wel, maar ik kom dus uit een boerendorp en mijn eerste vriendinnetje was een dochter van de varkensboer, Angela Vroeven uit de Mortel. En ik weet niet beter of het was altijd al te nat of te droog bij boeren. Ja. En dat is 40 jaar geleden. Nee, boeren klagen over dat er te veel regen of boeren te weinig regen is gevallen. Altijd. En volgens mij is nu de klacht dat er niet gesproeid mag worden. Voor mij is dat het probleem. Er mag niet, want als je sproeit is er verder niks aan de hand. En dan voor het gewas niet, maar voor de grondwaterstand wel. Ja. Ja, nee, dat is waar. Maar er mag niet gesproeid worden. Dus wat jij op je land sproeit, neem ik aan, maar we zullen het zo horen. Ik, ja. Ja, nee, maar wat men op het land sproeit, dat kan de ander niet gebruiken. Dat is waar. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus het probleem is wel breder dan alleen dat besproeien. Nee, dat is waar. Nee, er is een reden waarom dat ze niet mogen sproeien. Dat begrijp ik. Maar goed, kijk, ook droogte, ja. Kijk, er is een klimaatprobleem. Maar ik weet niet al. Ik heb ook het idee dat ik hier elk jaar ook dit onderwerp hier, dat ik net toevallig had als ik hier zit. Dat is, ja. Dus het kan aan mij liggen, maar het is een soort van troostelijke gedachte dat problemen ook nooit weggaan of zo. Toeval bestaat niet. Nou, het is wel een beetje het hoofd in het droge zand steken dan, heb ik het idee, hoor. Want het probleem is wel onontkenbaar. En om te zeggen, ja, maar het is elk jaar een beetje anders of het is elk jaar een beetje dit, doet geen recht, denk ik, aan de ernst van de situatie. Nee, ik ontken het de klimaat, de opwarming. Weet je wat? De ontkenning natuurlijk niet, hè. We gaan eens even naar hoofdonderzoeker Eco-hydrologie van Wateronderzoeksinstituut KWR, Ruud Bartolomeus. Goedemorgen. Goedemorgen. U begrijpt wel, u bent dus die expert waar wij al naar zaten te snakken. Ja, dat wel. Eerst eens even deze discussie. Hè? Onderschatten we het nou of is dit een terugkerend probleem en is dat al decennia zo? Wat is er anders dan anders?
Nou, wat anders is dan anders, is dat we de afgelopen jaren wel echt met die klimaatextremen geconfronteerd worden. Hè. Dus de steeds langere droge periodes en de hevige piekbuien, daar is lang over gesproken, maar die ondervinden we nu echt. Wat er niet nieuw is, is dat we eigenlijk al tientallen jaren, al decennia, sprake is van verdroging. Dus een systematische daling van die grondwaterstand, doordat we het land steeds meer ingericht hebben op water afvoeren. We ook steeds meer water zijn gaan gebruiken. De bevolking is gegroeid. Steeds meer verstedelijking. Dus die verdroging en die geleidelijke daling van de grondwaterstand, die is al decennia gaande. En dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, en waar we hard mee geconfronteerd worden, zijn die langdurige droge periodes. Ja, en dat die vroeger vallen. Of kan je dat nog niet zeggen? Want dat is dan nu wel een aantal jaren al in de recente geschiedenis is dat gebeurd. 2021 ja, niet. Ja, maar als je bijvoorbeeld, nou, als je 2018 kijkt, dan was het in het voorjaar helemaal niet zo droog. Er was zelfs vrij nat. Maar daar werd het in de zomerperiode heel erg droog. En is het eigenlijk tot 2020 vrij droog gebleven. In ieder geval in die zomerperiodes merk je dat het langer droog wordt. En in het voorjaar is het natuurlijk wel extra kwetsbaar. En dat hoorde je ook in het voorstukje, omdat die gewassen natuurlijk moeten aanslaan. En als die niet op kunnen komen, ja, dan heeft dat direct effect op de gewasopbrengsten. Dus gebrek aan neerslag is nu opvallend. Maar over het algemeen zijn er eigenlijk andere structurele oorzaken waardoor het land verdroogt. Is dat dan een kwestie van de neerslag beter opvangen en voor later bewaren? Ja, zo eenvoudig zou je het kunnen zeggen. We hebben in Nederland nog altijd te maken met dat er meer neerslag valt dan dat er water verdampt. Dus we hebben een neerslagoverschot. Daar zou je van kunnen zeggen, ja, dat moeten we allemaal vasthouden. Nou, dat kan ook niet. Hè. We kunnen niet alles vasthouden. We blijven altijd met dat neerslagoverschot, blijft het nodig om ook water af te voeren. Maar we zijn wel wat doorgeschoten, denk ik, in de mate waarin we water afvoeren. En wat we ook merken is dat met de opwarming, dat het groeiseizoen ook steeds langer wordt. Dat het land ook steeds vroeger in het jaar bewerkt moet worden. En dus ook dat er om wateroverlast te voorkomen en om dat land op te kunnen, ook al vroeg in het jaar de pijlen wat verlaagd moeten worden. Ja, dus het land wordt intensiever gebruikt. Het wordt intensiever gebruikt, ja. Maar als we erin kunnen slagen om gedurende dat voorjaar, vanuit die winter, gedurende dat voorjaar dat water langer vast te houden, en dat betekent ook langer wat nattere omstandigheden accepteren, dan kun je wel een buffer opbouwen voor de zomer. En dat doen we nu niet. Precies, dus dat zou nog meer kunnen. En is het nou zo dat als we dat niet doen, dat we dus die urgentie, hè, is het voldoende doorgedrongen? Daar was ik eigenlijk nog benieuwd naar. Dus even kijkend naar de stelling, we onderschatten het droogteprobleem in Nederland nog of niet meer? Nou, volgens mij is dat in waterbeherend Nederland is dat volledig doorgedrongen. Wat volgens mij ook nu aan het doordringen is, is dat we het niet redden met het nemen van maatregelen in het systeem zoals we het nu hebben ingericht. Nee. Dat het is niet op te lossen met een optimalisatie van het huidige watersysteem. Nee, het zal echt nodig zijn om een transitie in gang te zetten waarbij technologische maatregelen, watersysteemmaatregelen in samenhang opgepakt moeten worden en echt naar een, we zeggen het wel eens, land in richting 2.0 hè, voor de droogte in gang moeten gaan zetten. Wat betekent dat concreet dan? Ja, eigenlijk betekent het drie knoppen waaraan we vooral moeten draaien, is water langer vasthouden. Dat betekent dus dat je misschien sloten minder diep moet maken, sloten dicht moet gooien om die afvoer te beperken. Dat zal ook consequenties hebben voor dat gebieden wat natter worden en dat niet elk landgebruik op elke plek nog mogelijk is. Het betekent ook dat we minder grondwater moeten gaan onttrekken. Voor berekening in de landbouw bijvoorbeeld, maar ook voor bereiding van drinkwater. Dus daar is ook de burger aan zet om zuiniger met het water om te gaan. En het laatste punt? De derde knop is het water dat we onttrekken, ook zorgen dat we dat weer aanvullen. Juist. Hartelijk dank, hoofdonderzoeker ecohydrologie Ruud Bartolomeus van het Wateronderzoeksinstituut KWR. Boombeheerder in de gemeente Weidemeren is Martin Tijd gaat en die gaan we zo meteen bellen. Eerst gaan we naar een hydroloog van de Universiteit Utrecht, Nico Wanders. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, hoe staat het met die urgentie wat u betreft? Onderschatten we het droogteprobleem nog? Het heeft niet heel hoog op de agenda gestaan in de afgelopen, of voor 2018, toen we die echte droogte hadden. Je ziet wel nu dat steeds meer mensen, en het was ook een aankondiging, werd ook al genoemd, we zien het steeds vaker terugkomen. Dus ik denk wel dat mensen zich van bewust worden. Het is wel tijd om te blijven handelen op de lange termijn. Want het is niet iets wat we met een paar maatregelen, zoals Ruud net ook aangaf, opgelost hebben morgen. Nee, en in het Brabantse gebied waar ze dus dat beregeningsverbod nou hebben ingesteld voor boeren, daar zeggen ze ook, ja, eigenlijk hebben we deze winter best goed gedaan, maar de natuur haalt ons in. Ja, je zag ook hele droge maanden aan het begin al van dit jaar. Dat heeft natuurlijk gewoon een watervoorraad onder de grond. Nou, die is dan vroeger al, wordt al aangesproken door de planten. Je ziet gewoon dat het nu heel uitzonderlijk droog is. Blijft. En dan valt het in Nederland nog mee, maar hoe zit het in andere delen van de wereld? Wilden we hem ook nog vragen. Ik weet niet of hij is teruggekeerd, Nico Wanders. Dan gaan we naar de man die ik net al aankondigde. De boombeheerder in de gemeente Weidemeren. Martin Tijdgat, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ziet u gebeuren als we kijken naar de droogte? Nou, het is bij ons wel heel erg duidelijk. En dat speelt al eigenlijk van voor 2010. Toen gaven we in de zomermaanden wel eens een enkele keer onze jonge nieuw geplante bomen water. Om ze gewoon gezond te houden en in leven te houden. Het is inmiddels zover dat wij al onze jonge bomen en ook onze jonge plantsoenen de eerste 2, soms 3 jaar water moeten geven om ze in leven te houden en aan het groeien te krijgen. Als we dat niet doen, gaan ze gewoon dood. Er zijn ook nog steeds organisaties die geen water geven aan hun jonge bomen en beplantingen. En daarvan is nu al op diverse plekken 20-30% gewoon dood gegaan. Dat is natuurlijk hartstikke zonde, want je zet niet voor niks nieuwe bomen en beplantingen neer. En hoe verklaart u dat? Om ons klimaat te helpen. Ja, precies. Nou, daar komen we zo op, hè? Want de bomen hebben dan ook weer een eigen functie. Maar hoe verklaart u dat ze zoveel extra water moeten krijgen in uw gemeente? In Midden-Nederland. Ja, dat is heel gek, hè? Weidemeren, Korthoesplassen, Loosdrechtsplassen, Ankerveensplassen, hartstikke nat. Maar vergeet niet dat die jonge boompjes die wij neerzetten, die hebben een wortelkluitje wat 40 tot 60 centimeter hoog is. En het grondwater zit vaak pas op 80 centimeter. Nou, die ruimte moeten ze zien te overbruggen met nieuwe worteltjes om bij dat grondwater te kunnen komen. Maar was dat vroeger niet ook al zo? Het is hartstikke makkelijk, maar je hebt ook gemeenten waar het grondwater op 6 meter zit. Of dieper. Ja. Maar was dat vroeger niet ook al zo? Dat ze toch kleine kluitjes hadden en nog naar het grondwater toe moesten? Ja, maar omdat de algemene verdroging nu veel groter is, kon ik vroeger mijn bomen met rust laten. Tenzij we een droogteperiode van 6 weken zon, zonder regen. Dan zeiden we tegen ons aannemer, wil jij onze boom even water geven? Dat was eigenlijk, waren dat eenmalige gebeurtenissen. Vanaf 2010 is het gewoon structureel water geven. En de periode waarin we water geven wordt ook steeds langer. Dus dat heeft toch met het. We beginnen nu gewoon al begin april en we gaan door tot in oktober. Neerslagtekorten maken. Er is niet alleen een neerslagtekort, maar we hebben ook te maken met het feit dat het gewoon sowieso droger is en warmer en steniger. Ja. Er verdampt veel meer. Ja. En ja, willen we zorgen voor 30% kroonbedekking in onze steden, wat nodig is tegen die verdroging en voor ons menselijk welzijn, ja, dan zou je toch moeten zorgen dat het allemaal goed gaat. Ja, en want die bomen hebben daar ook hun eigen rol in het tegengaan van verdroging? Ja, zeker weten. Cecile Konijnendijk heeft inmiddels een regel opgesteld, die heet de 330-300-regel. En dat is nog niet de regel. Ik hoop dat die het ooit wordt. Maar dat betekent dat je vanuit je eigen woning eigenlijk 3 significante bomen moet kunnen zien. Dat je in jouw buurt 30% kroonbedekking moet hebben om de hittestress tegen te gaan. En dat je op 300 meter afstand maximaal een parkje moet hebben om inderdaad te kunnen genieten en je welzijn te kunnen bewaren. Wat is kroonbedekking? Kroonbedekking is de breedte van de kroon van bomen. Geredeneerd naar de breedte van de hele wijk. Dus als een boom 10 meter breed is, dan heeft hij een kroonoppervlak van 10 bij 10 meter in een cirkel, zeg maar. Dat is kroonbedekking. Juist. En dat als je dat dus ombrekend naar de woonwijk, en daar even het oppervlaktewater afhaalt, dan moet je eigenlijk 30% halen om een
wijk te krijgen die hittestressbestendig is. Juist. Dank voor de inzichten uit de gemeente Weidemeren, Martin Tijdgat. Nog even terug naar Nico Wanders, hydroloog van de Universiteit Utrecht. Die zit in het buitenland. We hebben u weer te pakken gekregen. We wilden nog even naar het buitenland kijken. Hè? Want hoe droog is Nederland nou ten opzichte van andere delen van de wereld? Nou, Nederland staat internationaal bekend als het waterland. Dus in dat opzicht valt het mee. Als we kijken wereldwijd, dan zijn er echt wel landen met veel grotere problemen. En waar het dan ook meteen impact heeft op voorziening van drinkwater op dagelijkse basis. Dus in dat opzicht valt Nederland nog mee. En zijn dat geen gebieden waar altijd al droogte was? In Afrika bijvoorbeeld? Nou, wat je vaak in die gebieden ziet is dat door klimaatverandering dat de tijd waarin de regen valt of de duur waarin de regen valt, dat die veranderd is. En dat het daardoor heel lastig is om voor de mensen daar om aan te passen. Dus ze zijn altijd al gewend dat er weinig water was. Ze hebben natuurlijk allerlei maatregelen voor, veel verder dan wij in Nederland zijn op dat gebied. Maar je ziet steeds meer variabiliteit in wanneer die regen dan komt en hoe ze in hun drinkwater en andere water kunnen voorzien. Dus dat is heel... Ja, dat zorgt voor grote problemen wereldwijd. En wat bent u eigenlijk in de VS aan het doen? Nou, dat is precies wat wij proberen wereldwijd die waterschaarste en die waterproblemen ook in kaart te brengen. Dus we werken ook nu samen met National Geographic om de waterkaart van de wereld te maken. Water onder de grond en boven de grond zichtbaar te maken. En ook te helpen om dat verhaal te brengen aan de wereld. Om te laten zien dat waar die problemen zijn en wat voor innovatieve oplossingen er rond de wereld zijn om dat waterprobleem aan te pakken. Dus vandaar dat ik hier ben. Nico Wanders, hartelijk dank dat je nog even weer terug aan de lijn kwam. Ik wil nog even naar het drinkwater. Waterleidingbedrijf Vitens, Jeroen Bruning, goedemorgen ook. Vitens heeft eerder dit jaar een brandbrief gestuurd naar provincies omdat de levering onder druk komt te staan. Waardoor komt dat? De levering van drinkwater, van schoon drinkwater, is niet meer vanzelfsprekend. Dat heeft te maken met de al eerder genoemde klimaatveranderingen, waardoor Nederland steeds droger wordt. En ook wel door toegenomen bevolkingsgroei en economische activiteiten. Ja, maar hoezo, de verdroging, dus daar kunnen we alles bij voorstellen. Maar we hoorden net ook, Nederland wordt toch internationaal gezien als een waterland. En dat zijn we ook. Alle rivieren stromen deze kant op. Hoe kunnen we dan hoe kan de drinkwatervoorziening dan onder druk komen te staan? Omdat we schoon en voldoende drinkwater vooral uit Nederland zelf halen als een dagvers product. En we in Nederland te maken hebben met een afname van winningsmogelijkheden om drinkwater uit Nederland ook dicht bij de burgers in de buurt en bij bedrijven te krijgen. Ja, we halen het uit Nederland zelf, maar dus niet uit de rivieren? Ook uit de rivieren in Nederland. Mm-hmm. Ja, maar daar zit toch altijd water in? Daar zit altijd water in. Overigens, Vitens windhaalt drinkwater uit de grond. En wat belangrijk is, zowel bij het grondwater als bij het oppervlaktewater uit rivieren, is dat er niet alleen er voldoende moet zijn, maar ook de kwaliteit verzekerd moet blijven. En waarom gaat die kwaliteit achteruit? Omdat zowel in oppervlaktewater als in grondwater er ook andere stoffen zitten die eerst eruit gehaald moeten worden, omdat het water ook gezond kan zijn. En wordt dat erger? Zitten er meer stoffen in die er niet in moeten zitten? Wij moeten in Nederland naar een aanpak gaan waarin we heel natuurlijk ook de verschillende bronnen van waaruit drinkwater wordt gewonnen beter gaan beschermen. Ja. Ja, we krijgen dan in de zomer altijd oproepjes. Hè? Vul niet je waterbadje, want er is een dreigend drinkwatertekort. En ondertussen worden de datacentra gekoeld met kraakvers drinkwater. Dat lijken mij voor een waterleidingbedrijf hele pijnlijke situaties. Daarom zoeken drinkwaterbedrijven het ook naar de alternatieven. Uiteraard om te kunnen besparen. Maar ook om water op andere manieren te gebruiken dan alleen maar als de bron vanuit drinkwater. Dus we kijken dan ook naar mogelijkheden waarbij drinkwater minder wordt gebruikt. Of andere waterbronnen kunnen worden aangeboden. Dank, Jeroen Bruning van waterleidingbedrijf Vitens. We onderschatten het droogteprobleem in Nederland. 81% van de stemmers is het op dit moment ermee eens. Ik ga naar de directeur van Stichting Meer Groen, Frank van der Laan. Meer Groen, dat is altijd goed, hoorden we net nog van de bomenman uit Weidemeren. Maar ja, niet overal staan voldoende bomen. Kan ons ecosysteem de huidige druk nog aan? Nou, dat is interessant dat u dat zegt. Want wij...
als je in Nederland gratis boompjes aanbiedt, dan worden er in 4 dagen tijd 1 miljoen besteld. Dus de ruimte is er wel, alleen we denken dat de ruimte er niet is. Maar er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken over klimaat en biodiversiteit, maar die weten niet goed wat ze willen. En als je dan een handelingsperspectief bouwt, zoals wij met meerbomen, dan... we hebben alleen een beetje, jammer genoeg, we hebben de bestellingen gestopt bij 1 miljoen. Maar ik denk als we hem nou weer opengooien voor volgend seizoen, dat als je hem open laat gaan, dat we zo 20, 30, 50 miljoen bomen kunnen laten bestellen. Maar wat bedoelt u dan met, u zegt mensen willen wel wat doen, maar ze weten het vaak niet hoe. Ja, nou dat is het onderwerp waarom ik insprak. Jullie nemen nu de droogte als punt. Maar we hebben straks weer 40 graden van de zomer. We hebben weer een brand op de Veluwe. We hebben, weet je, dan loopt er weer eens een dijk onder. We hobbelen als... Ik ben ecoloog en ik kijk naar de wereld op een iets andere manier. Ik heb ook een heel lang bij de VN gewerkt. Je kunt het altijd in hapklare brokjes voor je eigen belang opdelen, een probleem. Maar het grote probleem is dat we een stedelijke samenleving zijn die grotendeels de relatie met zijn ecosysteem kwijt is. En het ecosysteem geeft gewoon op 1000 manieren aan, zowel in de Amazone als om de Noordpool als hier, dat het niet meer lukt. Dus waarom ik inbelde, is zeggen, leuk dat jullie dit onderwerp op de kaart zetten, maar laten we als samenleving, en dat is dan niet alleen Nederland, maar wereldwijd, de discussie eens aangaan, kunnen we oneindig doorgroeien in een eindig ecosysteem? Nou, en als u die vraag beantwoordt, we kunnen toch... Of nee, dat zou ik willen weten. Nee. Nou, zo meneer Fiete, kun je in een stad ook in balans met de groene natuur leven? Ja. Dat kan wel. Maar de hoofdvraag is, willen we door blijven stommelen van de ene crisis naar de andere, of gaan we zorgen dat er een structurele oplossing komt? En wij proberen de positieve energie naar boven te halen door aan te geven dat er in de natuur per jaar in Nederland alleen 5 miljard boompjes voor het oprapen staan die al 5 of 10 of 20 jaar oud zijn. Er zijn massa's mensen die zich zorgen maken en graag de handjes uit de mouwen willen steken. En er zijn ook massa's mensen die ruimte hebben, of het nou een heg is of een tegel uit de tuin of een voetbalbos. En die willen die dingen planten. Dus wat wij willen is in deze toch wel een beetje problematische situatie de waarde van samen er iets moois van maken en de waarde van met de natuur meewerken op de kaart zetten, zodat we daaruit energie krijgen. Dank u wel. En dat moet uiteindelijk leiden tot een discussie. Kunnen we elk jaar 100.000 huizen erbij plimpen? Gaan die elektrische auto's ons redden? Of stellen we alleen daarmee de onvermijdelijke ondergang uit? Dat is een beetje mijn pleidooi. Dank u wel. Directeur van de stichting Meer Groen, Franke van der Laan.